Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog vanuit de auto. Want het is nu 9:50. Ik moet nog verschrikkelijk veel doen. En ik heb heel weinig tijd, want ik moet ook nog even naar mijn neefje toe. En die woont niet even om de hoek, die woont ergens bij Nieuwkoop. Dus. En we zijn crashende. En die is er zuinig ook. Dus, het is chop chop, gas erop. En even je bek houden en even op je tanden bijten en even doorzetten. Dus, maar goed. We gaan het gewoon doen. Gaat helemaal goed komen. Zonnetje schijnt, 12 graden. En ik vind het koud. Maar mijn haar zit helemaal perfect. Niks meer aan doen. Helemaal blij mee. Ik laat ook niet meer groeien ook. Gewoon lekker kort. Dus. Maar ik ga weer het gas erop zetten. Doei! Een nieuw beeld. Weet je wel? Een dag daarna vraagt hij: ja, kan ik al die dagrand weet je, erop gaan maken? Ik zei, ja, dat denk je zelf. Zal ik nog heel erg verwachten? Ik zei, nou, doe maar wel. Oké. Okay. Mag je? Nee, laat eens. Jackie. Dan mag je. Kijk eens, hè. Kijk. Tijd in plaats van koken. Een stokbrood en een soepje. En ik ga hem afsluiten. Ja, het is best vroeg, 6:15. Ik ben gesloopt. En het is koud. Ik moet douchen en moet brood maken. En oh, wat zijn we aan het zeiken. Dus nee, ik heb nog even genoeg te doen. En ja. Niet vroegwaardig. Ik heb wel een lekker dagje gehad. Heel druk. En ik baalde dat ik me eigenlijk zo kut voelde met mijn neefje. Je zit dan op hete kolen, weet je wel. En het is gewoon niet leuk.
Je kan even met die kleine jongens spelen en even lekker een babbeltje maken, maar het liefst kruip ik dan op de bank in een hoekje en hou ik mijn bek dicht. Maar ja. Maar goed, we hebben het gehad. Ik heb het even naar mijn zin gehad. Dus. Een herrie beneden. Morgenochtend weer boek prikken. Ik denk dat ik morgen een filmpje voor Project Aap ga nemen. Maandag dus. Die ga ik er van de week online zetten. Dan leg ik even de situatie uit. Ik heb het niet helemaal verwerkt hoor. Nee. Even helemaal kut. Maar ja, dat leg ik uit in een apart video. En that's it. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen. Doei doei. Een hele goede morgen. Het is maandag en het is al 10:30. Ik heb al mijn dingetjes gedaan. Ik ga het even mijn huisje doen. Het bloedgeprik vanmorgen. Dan hoor ik morgen de uitslag van mijn eigen huisarts. Is er niet. Nio is thuis. Die is ziek. Dus. En ik voel me ook niet fit. Eerst griep, hè. Boah. Zal het niet te lul zijn. Maar goed. Ik ga de vlek stofzuigen. En daarna ga ik lunchen. En dan ga ik om de zon, want ik heb het de partij koud. En ik heb de kachel maar aangezet. Want wat. Maar eerst housecleaning. Go! Ik heb gevlogd vandaag, gekloten. Nee. En waarom niet? Omdat ik gewoon aan het brainstormen ben geweest vandaag. En ik had een ziek kind op de bank. Maar die geeft dan liever aandacht omdat je met een camera in je klauwen loopt te rond te huppelen. Natuurlijk zo. Aan brainstormen geweest, ja. Het stukje verwerken waar ik het over had van de week, vorige vlog, het klote nieuws. Rachel, wat is dat nieuws toch? Waarom deel je het niet? Ja, weet je, wat als er tegen je gezegd wordt, zoals je nu leeft. Dus met het continu braken, continu diarree. Dat is jouw leven. En daar moet je voorlopig mee leven. Dus even grof gezegd, je bent opgegeven. Klaar? Voor nu. We gaan wel kijken of er medicatie is voor mijn botten. Want ja, niet alleen mijn lichaam kapt ermee, maar mijn botten, die breken gewoon. Dat was dus die klap in mijn bek vorige week. Ja. Kan ik er meer over zeggen?
Ik heb geen zin om er wat over te zeggen eigenlijk. Het is zoals het is en zo ben je het. Maar daarentegen moet ik wel mijn schouder onder zetten. Want ik heb hier wel twee chickies rondlopen. Mijn hartslag. Ik heb een super, super vent. Ja. Wat een veerlijk zijn mensen. Die pik doorstaat ook een hoop ellende. Ik heb pijn, hij ook hoor. Vergis je niet. Vergis je echt niet. Ja, ik ben daar de hele dag mee bezig geweest eigenlijk. Ik heb echt achter mijn computer gezeten, zo van, wat zit ik nou te doen dan? Nou, that's it. Ik wil er een aparte video van maken voor Project A, maar weet je, ik heb geen zin. En als ik ergens geen zin heb, dan doe ik het ook niet. Dus ik plaats het op La Familia B en op Project A. Dat de mensen van Project A toch een stukje meekrijgen. En meer wil ik er niet over kwijt. En ik wil ook geen tips en geen tricks. En dat zeg ik ook vaak genoeg op Insta Stories, op Instagram. Want sommige mensen die behandelen mij of dat ik uit een fucking ei kom. En dat ik niks geprobeerd heb. En dat ik dit moet proberen en dat moet proberen. En grof gezegd, joh, rot even lekker op. Je moet eens weten dat wij niet allemaal geprobeerd hebben. Ja, dus hartstikke lief dat jullie mee willen denken, maar no comment. Dankjewel. Ja, voor nu verder, ja, ik ga mijn make-up eraf halen en ik ga mijn nest in met zat. Met echt zat. Ja. Dus. En dan hoop ik lekker even iets te slapen. En daarna zien we het alweer. Eerst maar iets zou je nemen, want ik voel me echt helemaal bol. Hier wiet. En dan nog pestbokken weer. Zo, hebben we genoeg geklaagd? Ja, we hebben genoeg geklaagd. Ik ga de vlog afsluiten. Zie jullie morgen, ja. En dan hoop ik met een happy face. Doei. Een hele goede morgen. Het is dinsdag. Bij 9:15 of zo. Een beetje moe. Ja. Dus ik ga even gaan medicijntjes nemen en mijn dingen doen. En daarna zie ik het wel. Want ik heb niet zoveel zin vandaag. Het is mistig, joh. Zo. Nou ja. Dus. Maar goed. Aangekleed. En Jan. En ik zit nog steeds hier. Het is middags ondertussen. Middag. De dokter heeft gebeld. En god van een kut nieuws hier. Dus. Ik heb niet veel gevlogd. Ik heb nergens zin in. Echt nergens zin in. Het wordt echt weer zo'n zeikvloggie. Ik ga dan naar de zonnebank. En hoop te slapen. Ik ben er even helemaal klaar mee. En dat terwijl de zon schijnt. Want ik zal nog proberen vandaag te vloggen, maar ik durf niks te beloven. Echt niet. Ook al zei ik heb even helemaal nergens zin in. Het waren zwaar om te janken gewoon. Echt om te janken. Dus ik sluit mij af. Ik ga chillen.
En dan ga ik ook Ajahn Panggang. Sausje, pindasaus. En al het troepje erin gaat in de rijst. Lekker. En een schone keuken. Goed bezig. Mijn puber is thuis. Je bent geen puber. Nee. Je zit in puberfase nummer 1. Zeg even gedag. Hi. Hi. Telefoon, hè? Ja. Ja, ja. Poot op tafel. Ja, ik zit een of ander shipprogramma te kijken. Oh, dat gaat over bevallingen en zo. Oh, dat heb ik elke nacht. Nee, ik vind die leuk meer. Ondertussen hangen we lekker op de bank. Ja, moe. Maar eten is klaar. Ze kunnen dadelijk eten. Ik ging douchen naar mijn nest. Nou, doei. Moet je me weg hebben of zo? Nee. Nou, zeg eens eerlijk. Nee. Ja. Nee. Zo gaan ze met de moeder om. Dus, het is echt lekker weer nou. Oeh. Oh, wat? Hè? Zeg je mijn gezicht niet zeggen? Het zonnetje schijnt lekker. Het is goed voor mijn vitamine D. Maar goed, tafel dekken. En homemade ijskoffie. En hij smaakt net zoals Starbucks gras. Gras? Ja. Druk aan huiswerk. Top. Heerlijk. Love it. Zo, ik ga deze vlog voor vandaag afsluiten. Ik voel me zo verhoord. Mijn god. Een stot verkouden. Niet te doen, man. Slecht verhaal. Dus ik ga het lekker warme douche nemen. Zo. En dan kruip ik lekker mijn warme bedje in. Dat ga ik doen. Dus. En dan sluit de vlog voor deze week ook af. Meestal edit ik het 's avonds. Maar dat doe ik morgen lekker een warmakkie. Ik heb nou even geen zin meer. Lekker zeg, klote griep. En ik kreeg van de week toevallig een oproep voor de griepprik, maar die mag ik niet. Dus. Ben ook ziek. Ik hoop het niet. Oh. Maar ja, morgen niet veel te doen, gelukkig. Chill. Ja. Dus. Dank voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vindt. En ik zie jullie zondag weer. Ja. Want ik start vandaag, woensdag, nieuwe vlog. En dan zondag komt hij online, denk ik. Ja. Dus, tot dan. Doei.